wat ik heel veel zie gebeuren op de padelbaan als ik mensen zie spelen, is dat mensen eigenlijk hun racket op deze manier vast hebben. En vanuit hieruit eigenlijk volleren, maar ook vanuit de ingreep een voorhand en een backhand spelen. Wat ik nou wil, is dat je eigenlijk vanuit de tussengreep gaat spelen. Voor de mensen die hebben getennist is dat heel bekend. Voor de mensen die niet hebben getennist, zeg ik eigenlijk altijd, pak je racket in je verkeerde hand beet. Zorg dat je racket helemaal kaarsrecht staat, dus niet schuin, maar kaarsrecht. En dan schud je eigenlijk je racket een hand. Ook wel de shake hand grip genoemd. Sommigen zeggen ook wel de hamergreep. Op deze manier hou je dus je racket vast. Vanuit die greep spelen we een forehand en backhand en eigenlijk elke slag. Voor de gevorderden kan het zeker met een backhand wel eens veranderen dat je hem een beetje zijwaarts draait. Waardoor je net eventjes wat rechter tegen de bal uitkomt.